Hi, we zijn bij toer 5 en in het patroon staat geen twee lossen, maar die moet je wel maken. Ik hoop dat dat iedereen dat wel begrepen had. Draad omslaan. En nu gaan we in ieder achterste lus, deze dus, gaan we een half stokje haken. Helemaal rondom. Alleen in de achterste lus. En waarom? Dan wordt die lekker soepel en rekbaar. Dat is wel lekker, want anders knelt het tot beentje af. Dat is niet de bedoeling. Elke achterste lus maak je een half stokje. Ik heb al vaak andere patronen bekeken op internet en het komt ook bij de andere haaksters of maaksters van patronen komt het voor dat er foutjes in de patronen zitten. Dat geeft helemaal niet. Degene die het ontdekt, die mag het zeggen. Dan kunnen we het aanpassen. En daar kan je alleen maar beter van worden met elkaar. En zo blijft het gewoon hartstikke leuk. Je doet het dus helemaal rondom. Ik maak hem even snel af. Ook die laatste ook, hè? Deze hier zo. Huppakee. Halve vast in de eerste steek. Nu gaan we naar toer 6. Maken weer twee lossen. Dan ga ik even spieken. Ja. Half stokje op dezelfde steek. Even kijken hoor. Ja, in de achterste dus. Op dezelfde steek maak je een half stokje. Je maakt één losse. Je slaat de volgende steek, sta je over. En je gaat naar de volgende en dan maak je weer een half stokje. Een losse. Sla je weer de volgende steek over. En weer een half stokje op die daarna. Een losse. Met die losse sla je weer eentje over. En we steken nog steeds alleen in de achterste lus. Lossen. Nou, ik maak hem even af. Ik kom zo wel bij je terug.